Ja, ik zie dat de wedstrijdleider Alexander de Vlaar erin slaat. En daar gaat het niet gebeuren. Ja, en die man die daar bij die gele machine daar aan de buitenkant zat, die heeft de vliegenslucht gestart. Die kon mooi de gang maken, de binnenbocht niet steken en dan de wedstrijd rijden. Maar nu... Door de doorkomst van de eerste Maas. Deze precieze afstand, deze volgorde. Gaan ze nu iets meer doen? Want we zien dat. De Dirk Prins.